Roel Kuiper, voorzitter geweest van de parlementaire onderzoekscommissie Privatisering en Verzelfstandiging van Overheidsdiensten. Ja. Met een hele mooie titel, daar gaan we het zo over hebben. Maar we zitten hier in een prachtige omgeving, in de bibliotheek van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Dus dat is ook wel heel mooi. Ik heb het rapport uiteraard gelezen ter voorbereiding. Ik vond het een heel erg mooi rapport met een hele duidelijke visie. En ik denk ook niet toevallig dat het heette Verbinding Verbroken. En eerlijk gezegd, dat vraagteken, als ik de inhoud van het rapport op me neem, dan zou ik dat weggelaten hebben. Nou ja, ik kan je ook wel onthullen dat er over dat vraagteken gesproken is in de commissie. Okay. Ja. Want inderdaad, je zou kunnen zeggen, de verbinding is verbroken. Hè? Het gaat om de verbinding tussen de overheid en allerlei diensten die uitgeplaatst zijn. En ook de vraag van wie is daar dan verantwoordelijk voor? Hè? In welke verbinding bestaat er dan nog? Via het parlement bijvoorbeeld, met verzelfstandigde diensten. Dus je zou kunnen zeggen, nou, die verbinding die is verbroken geraakt. Uh-huh. Maar goed, we hebben er toch maar een vraagteken achter gezet. Ja. Misschien is dat ook wel zo intrigerend. Ja. Dan kun je er nog over nadenken met elkaar, hè? Of het zo is. Was het nou een hele duidelijke wens van de Eerste Kamer om zich over dit onderwerp te buigen? Want nou ja, het is uiteraard een onderwerp wat via de instellingswetten in de Tweede Kamer aan de orde komt. En natuurlijk dan ook aan de Eerste Kamer. Ja. Maar hier, dit rapport eigenlijk behandelt veel meer de systeemvragen. Ja, klopt. Ja, dat past ook eigenlijk wel bij de taak van de Eerste Kamer. Hè, om de bredere systeemvragen te stellen over ons stelsel en ook over uitvoering van wetgeving. Dit is het eerste grote parlementaire onderzoek van de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer heeft hiermee gebruik gemaakt van haar recht, hè, op parlementair onderzoek. Dat idee dat leefde toch al wat langer. Dat goed zou zijn als de Eerste Kamer dat zou doen. En dat idee leeft nog steeds. Ik vind het trouwens ook wel weer tijd worden dat deze Kamer weer eens een nieuw thema pakt. En daar een onderzoek op gaat doen, gaat verrichten. Maar het lag ook wel weer wat gevoelig. Hè? Privatisering en verzelfstandiging heeft ook wel een wat ideologische lading. Ja. Hè? Partijen kunnen dat ook wel erg over verschillen. Maar er is wel een manier gevonden hier in de Kamer om dat toch op een goede manier invulling aan te geven. Ja. En op een gegeven moment is toch besloten om een parlementair onderzoek over dit thema door te zetten. En als je nou kijkt naar die commissie, die was heel breed samengesteld. Hè? Een aantal duidelijke zwaargewichten ook, lid van de commissie. Eigenlijk van alle politieke gezinten, om het maar zo eens even te zeggen. Heeft dat nou nog invloed gehad ook op de discussies? Waren er heel duidelijke verschillen in visie? Ja, of? Ik had de indruk dat fracties destijds hun zwaargewichten afvaardigden naar deze commissie. Ja. Was in zekere zin ook het geluk voor mij en voor de commissie zelf. Dat er natuurlijk echt stevig kon worden gewerkt met stevige persoonlijkheden. En ik denk dat dat ook wel te maken had met de onzekerheid over wat gaat dit nou eigenlijk worden als de Eerste Kamer voor het eerst zo'n groot parlementair onderzoek doet. Wat betekent dat eigenlijk? En op welk niveau gaat dat gebeuren? En wordt hier gepolitiseerd of zo? Hè? Dus was natuurlijk heel sterk het beeld van parlementair onderzoek en parlementaire enquêtes zoals die in de Tweede Kamer worden uitgevoerd. Waarbij het uiteindelijk toch vaak erop neerkwam van hoe kunnen we politieke verantwoordelijkheid ergens beleggen? Hè? Hoe kunnen we die vraag naar wie is uiteindelijk verantwoordelijk, hoe kunnen we die activeren? Mm-hmm. En dat hebben wij dus helemaal niet gedaan in dit onderzoek. We hebben bewust gekozen voor een ander type onderzoek. En dat heeft na verloop van tijd ook, laten we zeggen, goed gewerkt voor de commissie zelf. Hè, in zekere zin was het ook wat depolitiserend voor de commissie zelf. Ja. Wat we namelijk hebben gedaan, we hebben gezegd van nou, je hebt verschillende soorten parlementair onderzoek. Wij wilden dus niet een parlementair onderzoek waarbij schuld werd gezocht. Maar we wilden een wetgevingsonderzoek doen. Ja. Eigenlijk een beetje zoals origineel, zoals oorspronkelijk ook parlementaire enquêtes en onderzoeken in Nederland werden gedaan door het parlement. Mm-hmm. Hè? Dus denk aan de eerste parlementaire enquête naar de kinderwet van Houten. Dat ging over, eigenlijk dus precies hetzelfde type onderzoek, dat ging over de vraag hoe bepaalde wetgeving had uitgepakt. Hè? Hoe dat nu voor kinderen en voor arbeidsomstandigheden precies had uitgepakt. Wij zagen die mogelijkheid ook, om als dan de Eerste Kamer een bepaald type onderzoek doet,
om dan dit type onderzoek te doen, wetgevingsonderzoek. Hè, met de hoofdvraag, hoe heeft wetgeving, hoe bepaalde wetgeving nou uitgewerkt in de samenleving? En was er nou een bijzondere zorg rondom privatisering en verzelfstandiging, waarom juist dat onderwerp werd gekozen? Ja, kijk, je kunt het eigenlijk zo zeggen, de Eerste Kamer is het laatste station in het wetgevingsproces. Mm-hmm. De Eerste Kamer stelt zichzelf altijd de vraag naar de uitvoerbaarheid, hè, en de kwaliteit van wetgeving. Nou, zo gaat wetgeving dan het land in. Maar als er zo'n grote maatschappelijke onrust is, als er zo'n grote maatschappelijke discussie is over de effecten van privatisering en verzelfstandiging, dan moet de Eerste Kamer zich dat ook aantrekken. Mm-hmm. Zo heb ik het althans steeds geformuleerd. He, dus dit is, ligt ook op de weg van de Eerste Kamer om dit onderzoek te doen. Omdat wij ons bekommeren om de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van wetgeving. Wij zijn als wetgever, medewetgever, ook medeverantwoordelijk. Laten we ook in de spiegel kijken en zien hoe wij zelf hebben geacteerd als parlement bij het tot stand brengen van dit stuk wetgeving. En als je eigenlijk naar dat rapport, als je dat rapport tot je neemt, dan zegt het eigenlijk heel duidelijk, die wetgeving is te veel piecemeal geweest. Bij elke verzelfstandiging zijn weer eigen motieven en eigen vormen. Ja. Wat er ontbreekt is een heldere visie op de publieke belangen die geborgd moeten worden en de vorm. Ja. Dat klopt. Vraagt, we noemen het ergens, het is een aanhoudend pragmatisme, hè, wat je ziet. En ergens hoort het ook wel weer bij het politieke leven in Nederland. We zijn natuurlijk vaak heel pragmatisch en piecemeal. Maar als het om zulke grote belangen gaat en om zulke grote vragen, hè, als laten we zeggen, de herpositionering van de overheid, hè, of het inrichten van je publieke verantwoordelijkheden, dan kan dat eigenlijk niet. Ja. Hè. Dan heb je daar toch een groter beeld bij nodig wat je eigenlijk aan het doen bent. En dat rapport is in 2012 is dat opgesteld. Ja. We zijn inmiddels 7 jaar verder. Ja. Ja. Is daar nou eigenlijk veel van terechtgekomen? Of? Ja, ik heb een aantal dingen gezien sinds ons verschijnen van het rapport. We hebben een besliskader ontwikkeld voor alle voorgenomen privatiseringen die de overheid zou willen gaan uitvoeren. En dat besliskader wordt ook gebruikt. Ja, ja. Dus dat is ook gebruikt bijvoorbeeld bij opnieuw de privatisering van de ABN, hè, die is in staatshanden was een tijd lang. Bij vragen rond Urenco, hè, de uranium in Overijssel. En ik heb een aantal keren dus inderdaad gezien, hè, dat het besliskader nu standaard door de overheid wordt gebruikt. Het is een stappenplan dat we hebben ontwikkeld bij voorgenomen privatiseringen of verzelfstandigingen. Verder zie je dat in het deelnemingenbeleid van de overheid ook een kentering is gekomen. Ja. He, dus in het verleden was het sterk de vraag van, nou, wat moet de overheid eigenlijk met staatsdeelnemingen? Nou, liefst maar zo weinig mogelijk. En nu zien we dat dus helemaal veranderen. Ja. He, dus dat is eigenlijk door Dijsselbloem gedaan een aantal jaren geleden. Die heeft echt dat kun je echt zien, het staatsdeelnemingenbeleid is toen veranderd. Het ministerie van Financiën heeft daar natuurlijk een grote rol in. En je ziet het natuurlijk recent terugkeren bij de discussie over de KLM, hè, het vergroten van het belang van de Nederlandse staat in KLM. Ik ben toen ook weer veel gebeld door journalisten en die vroegen zich af van, is er nou een kentering gekomen in het denken, hè, over hoe wij publieke belangen op deze borgen. Manier ook door eigendom borgen. Toen zeg ik, ja, volgens mij is dat zo. Ja. Ja. Maar dat kun je eigenlijk al een paar jaar geleden zien in dat beleid van een vorig kabinet. Ja, ja. Ja, en als je die parallel doortrekt, hè, die privatisering en verzelfstandiging, geldt dat dan ook voor decentralisaties bijvoorbeeld? Ja. Of voor, laten we zeggen, het hele, dus veel discussie ook over de zorg. Ja. Het zijn eigenlijk allemaal soortgelijke vragen over hoe borg je nou het publieke belang het best? Ja, klopt. Ja, klopt. Kijk, voor mij is de kern steeds geweest zeggenschap, hè? Publieke zeggenschap. Bevoegdheid om ergens over te gaan. Privatiseringen in zijn meest ruwe vorm zegt eigenlijk van, nou, hè, er is niet meer een publieke zeggenschap over bepaalde diensten of producten. Want dat breng je over naar de markt, dat breng je over naar private partijen. Dat betekent dus een verminderde invloed van politiek of burgers op belangrijke publieke processen of diensten. En ik denk dat ook een deel van het maatschappelijk onbehagen verklaart. Waar we telkens mee te maken hebben. Dat mensen het gevoel hebben, er worden besluiten genomen
of er gebeuren dingen en ik heb daar geen zeggenschap meer over. Hè. Dat is het soort verandering dat we hebben gebracht in onze samenleving. Bij decentralisatie zou je eigenlijk kunnen zeggen van, maar dat vergroot in zekere zin de zeggenschap van burgers. Want als je bepaalde zorg of bepaalde diensten lokaal, hè, dicht bij de burger organiseert, dan heeft die burger daar ook meer zeggenschap over. Althans, dat zou zo moeten zijn. Ja. Hè? Maar dat is ook wel zo, want gemeenteraden bijvoorbeeld hebben veel meer nu te zeggen over lokale zorg, hulp, steunnetwerk enzovoort. Ja. Dus ik vind dat iets anders. En tegelijkertijd vind ik die kentering, hè, zeg maar naar het lokale, wel ook een poging om besluitvorming en zeggenschap dichter bij burgers te brengen. Want in het rapport pleit onder andere voor transparante klachtenprocedures. En ook, dat vond ik ook wel een interessante aanbeveling, om als het ware vooraf in kaart te brengen bij verzelfstandigingen hoe die publieke belangen er dan precies uitzien. Ja. En als je nu kijkt naar, laten we zeggen, discussies over nieuwe verzelfstandigingen, is dat dan iets wat nu veel beter tot uiting komt dan het in 2012 door uw commissie is gezien? Ik denk dat bewustzijn nog weer is versterkt sindsdien. Ik denk dat het rapport er ook weer een element in is. Ja. Het is onderdeel eigenlijk van een bredere beweging waarbij we ons meer bewust zijn geworden van hey, waar willen we zeggenschap over houden? En dat besliskader waar ik het over had, stelt het ook voor als eerste stap. Hè? Van inderdaad, wat betekent bijvoorbeeld de verkoop van Urenco voor de borging van, nou, laten we zeggen, de veiligheid of zo in Nederland. Nee, dus ik denk dat meer gebeurt. Want het rapport is eigenlijk ook heel kritisch over het proces van verzelfstandiging en privatisering tot het moment waarop de commissie aantrad. In essentie wordt gezegd, nou, er is een het is per departement verschillend. Ja. Er is geen eenduidigheid, geen eenduidige sturing. Verbindingen raken losser. En dat vond ik ook wel opvallend. In plaats van dat het openbaar bestuur efficiënter en eenvoudiger is geworden, is het juist complexer geworden. Als je dat allemaal tot je neemt, dan zou je bijna denken, moet je ook niet de reeds verzelfstandigde onderdelen opnieuw onder de loep nemen. Maar dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Hè. Er worden nu, het COA bijvoorbeeld was een ZBO, is nu weer een agentschap. Ja. Dus er is een brede beweging op de ministeries om te kijken of wat een ZBO is geworden, hè, een zelfstandig bestuursorgaan, of dat niet beter ook een agentschap kan worden. Ja. Je hebt misschien ook gezien het rapport van de commissie Remkes. Hè? Ja. Die zegt ook, van in de algemene zin, zeggen ze, is de organisatie van een publieke dienst in een agentschap beter dan een ZBO. Ja. Dus de ministeries zijn ook nu bezig met die operatie om te kijken of ze niet veel meer ZBO's weer binnen het ministerie kunnen brengen. Met natuurlijk als bedoeling dat daarmee de politieke verantwoordingslijn duidelijker wordt. Ja. En de minister ook echt een bevoegdheid heeft om iets te zeggen over wat er in die agentschappen dan gebeurt. Wat ik zelf heel aardig vind, is dat toen het rapport Verantwoord Verzelfstandigen, waar ik dan zelf de voorzitter van ben geweest, uitkwam, toen zeiden wij eigenlijk, het is verzelfstandigen is nee, tenzij. Ja. En eigenlijk als je kijkt naar de praktijk is het heel lang geweest ja mis. Ja, ja, en, dat klopt. Ja, en je ziet dus nu eigenlijk dat er weer wordt gezegd alles wat onder de tucht van het budget moet vallen. Ja. Daar moet je ook de politieke zeggenschap niet beperken via een instelling. Ja, nee, dat klopt. Ja. Ik zie het zelf zo dat we hebben een periode gehad, laten we zeggen vanaf begin jaren 90 of misschien begin of midden jaren 80 ongeveer. Ja. Nou, laten we 2002, 2005, waarin we dachten van, nou, je kunt heel veel dingen eigenlijk toch wel beter aan de markt overlaten, of je moet eigenlijk naar de overheid kijken als een bedrijf. Hè? Ja. Dus die vereconomisering van het denken over de overheid, hè, is een tijd lang is dat het paradigma geweest. De burger als klant in plaats van dat als burger. Dat hebben jullie volgens mij ook geconstateerd. Ja. Hè? Ja, en toen kwam er toch op een gegeven moment die wending van, hé, maar wacht even, maar dit is politiek. Hè? Ja. Hier gaat het toch om verantwoording, het gaat om zeggenschap, het gaat om invloed. Het gaat om iets wat wij samen vormgeven als land. Hè? Ja.
En dat is de kentering weer geweest. Terug, zeg maar, naar, laten we zeggen, naar de eigen aard van bestuur en politiek. En stelt dat nou ook andere eisen aan de sturing op dat soort organen? Dat in de commissie pleit eigenlijk heel duidelijk om die eenduidig te maken, om dat besliskader te hanteren, maar ook om de verantwoordelijkheid daarbij heel duidelijk toe te kennen aan één departement, BZK, één SG verantwoordelijk te maken. Ja. Want dat is natuurlijk iets. Je kan een heleboel regelen in een besliskader, maar uiteindelijk moet je ook consequent zijn in hoe je dan vervolgens die verzelfstandigde organisatie volgt. Zeker. Is dat nou voldoende? Ja, nou dat is nog niet voldoende. Nee. Dat kan altijd nog sterker. Ja. De commissie Remkes die bepleit nu ook dat BZK, Binnenlandse Zaken en Financiën, dat die samen in ieder geval altijd regie hebben op alle verzelfstandigingen. Bij de departementen. Mm-hmm. Dus dat niet het departement maar zijn gang kan gaan, zoals in het verleden dus, en op eigen manier ging verzelfstandigen of ZBO's creëren. Dus dat daar meer regie op is, dat is nog steeds nodig en dat wordt nog steeds bepleit. Dus dat is goed. Ik denk dat ergens, ook in die periode die we net benoemden, dat BZK de regie een beetje kwijt is geraakt. Hè? Dus toen er massaal werd verzelfstandigd, laten we dus zeggen in de jaren 90. Ja. Dat BZK toen die rol ook een beetje kwijt is geraakt. Hè, van regisseren, de eenheid van de Rijksdienst bewaken. Nou dat. Want een van de lastige dingen daarin is natuurlijk dat je, laten we zeggen, als je de regie bij BZK legt, eventueel in samenwerking met financiën, dat je dan, en je bekleedt dat niet met het recht om nee te zeggen, dan kan je wel regisseren, maar dan is de politieke verantwoordelijkheid van de desbetreffende bewindspersonen van dat departement, die zal daar altijd doorslag in geven. Ja. Hoe los je dat dilemma nou op? Ja, dat zal uiteindelijk ook een politieke keuze vergen. Ja. Dus ik ben ook wel benieuwd naar de reactie op het rapport van de commissie Remkes op dit punt. Ja, omdat die dit weer zo duidelijk voorstellen. Ja. Dat zul je dan echt moeten benoemen. Ja, dan moet je dat als kabinet ook zo zeggen met elkaar en dat uitspreken. Ja. Daar is misschien wel meer kans op dan in het verleden, omdat we nu toch al een paar kabinetten hebben gehad die dit duidelijk als een thema hebben gezien. Mm-hmm. We moeten weer terug naar de eenheid in de Rijksdienst, uniforme aanpak. Ja. Verantwoordelijkheidslijnen helderder maken. Ja. Het parlement moet ook gewoon zeggenschap over deze dingen hebben. Hè? Want dat is ook natuurlijk een element van die verbroken verbinding. Dat het parlement ten opzichte van ZBO's ook weinig meer had in te brengen. Eigenlijk helemaal niet. Hè? Nee, bedoel, wanneer is er nou echt een politiek debat over een van de ZBO's. Ja, dus waar geen bevoegdheid is van de minister, kan het parlement die minister ook niet op dat punt controleren. En dat is wat er gebeurt. Ja. En nou bepleit het rapport ook een periodieke rol voor de Eerste Kamer. Het rapport zegt, eigenlijk zouden wij, Eerste Kamer, toch met enige regelmaat bij deze systeemvragen moeten stilstaan. Is dat al een keer gebeurd na 2012? Ja, we hebben één keer daar een debat over gehad. Maar dat is hier in de Eerste Kamer altijd een discussie hoeveel beleidsdebatten wij hier moeten voeren. Want we hebben één keer per jaar hebben we in ieder geval ook wel een debat over de staat van de rechtsstaat. Ja. Daar wordt het nu inmiddels een klein beetje bij ingeschoven, ook deze thematiek. Ja, en het rapport bepleit ook een aantal, zeg maar, verbeteringen in de sturingsinstrumenten, een uitvoeringstoets, een marktverkenning. We hebben het al gehad over het duidelijk formuleren van het publieke belang, maar ook onafhankelijk en effectief toezicht en periodieke evaluatie van de raison d'être van die verzelfstandiging, of die nog steeds houdbaar is. Ja. Zit daar nou ook veranderingen en verbeteringen in? Dat kan ik niet helemaal precies nagaan. Mm-hmm. Maar ik zie wel dat, zeg maar, in het denken over toezicht ook wel stappen zijn gezet. Ja, ja. Dus dat in ieder geval toezicht
ook onafhankelijk moet zijn. Hè? Mm-hmm. We komen uit een verleden waarin ook wel eens de vraag was van ja, zit de toezichthouder en uitvoerder soms niet te veel op één stoel ja. of zo? Of komen ze niet een beetje te veel uit hetzelfde milieu? Dus daar zijn we denk ik wel scherper op geworden. Ja, ja. Hè? Ook wel door, door incidenten hier en daar, ook rondom veiligheid bijvoorbeeld. Hè? Dat we moeten scherp zijn op goed onafhankelijk toezicht. Ja. Bij de uitvoering van diensten. Dat is een belangrijke, ja, ik denk dat die in belangrijkheid wel is toegenomen. En ook de periodieke evaluatie van de instellingswetten. Elke ZBO is gebaseerd op een instellingswet. Ja. Ik weet eigenlijk niet of die periodieke evaluatie altijd in de wet is ingebakken. Ja. Ja. Komt daar voldoende van terecht? Want dus wij zeiden eigenlijk in ons rapport van je zou verwachten dat in de Tweede Kamer daar tot uit de tijd naar gekeken wordt. Hè? Precies. En dat is niet altijd, vond men niet altijd de meest interessante materie om te doen. Jaarverslagen bijvoorbeeld hè, van ZBO's bijvoorbeeld. Maar de Tweede Kamer heeft wel volop de kans om daarmee bezig te zijn. Ja. Die aanbeveling die geldt natuurlijk nog steeds. Dat je niet alleen als er een incident is, moet kijken van hey, hoe functioneert een dienst eigenlijk precies. Maar dat je dienst ook continu volgt. Nou, ik denk bijvoorbeeld de Voedsel- en Warenautoriteit, dat die wel steeds wordt gevolgd. Hè? Omdat die steeds in de aandacht is over de uitvoering van haar werkzaamheden. Ja, ja. 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 Ja, want het rapport bepleit ook, en daar hadden we het net in het gesprek ook al over, een duidelijke versterking van de informatieplicht aan burgers, het versterken van de rechten van burgers door het klachtenrecht te regelen. Dat hoef je niet alleen prospectief te doen, dat kan je ook retrospectief doen bij ZBO's die allang verzelfstandig zijn. Mm-hmm. Ziet u daar ook een verbetering, zou je kunnen zeggen, in bij de reeds bestaande ZBO's? Mm-hmm. Of is dat niet echt een onderwerp wat vanuit de Kamer, hier de Eerste Kamer, wordt gevolgd? Nee, dat wordt niet hier vanuit de Eerste Kamer gevolgd. Hoe burgers en ZBO's zich tot elkaar verhouden, tenzij we hier dus dat in een stuk wetgeving of zo voorbij zien komen. Ja. Nee, maar dat ligt nou eigenlijk wel veel meer op de weg van de Tweede Kamer, om dat soort patronen in de gaten te houden. Het is wel ingebakken in het besliskader om te komen al dan niet tot verzelfstandiging. Ja, nou ja, waar we het net inderdaad over hadden, de burger is niet alleen een consument. Hè. Nee. De burger is iemand die de publieke zaak ook toegedaan is. Hè? En dat is in die periode van, laten we zeggen, economisch denken over overheid en samenleving, is dat wel eens uit het oog verloren. Ja. En toen bleek ook wel dat burgers, die vinden die publieke zaak wel belangrijk. Die vinden het heel belangrijk wat er eigenlijk in hun omgeving gebeurt. Die vinden het heel belangrijk wat met openbaar vervoer gebeurt. Of met andere openbare diensten. Hè? Of zelfs van hun gemeente. Dat vinden ze heel belangrijk. Ja. Maar wonderlijk genoeg is dat vergeten. Ja. Ik heb wel eens, ik heb dat in dat andere boek over de terugkeer van het algemeen belang, heb ik dat geschreven. Dat terwijl hier in de Kamer gesproken werd over privatisering of verzelfstandiging van overheidsdiensten, waarbij eigenlijk zeggenschap bij burgers werd weggenomen, hadden wij een wat esoterisch debat af en toe over burgerschap in dit land. Over de vormen en stijlen van burgerschap en dat die met de WMO, dat er was ook weer dat de burger zelf zich kon redden. En dat was allemaal belangrijk. Heel paradoxaal. Ja. Hè? Twee debatten over wat burgers zouden moeten doen, hè, naast elkaar. Ja, ja. Het ene was die klant. En de andere was die de zelfredzame regisseur van zijn eigen leven. Ja, ja, ja. Maar in beide zou je kunnen zeggen, mist het publieke dimensie. De publieke dimensie. Enerzijds het zorgen voor, als dat echt nodig is. En anderzijds de rechten die ook horen bij. En dat zorgen voor werd ook nog natuurlijk vaak geïnterpreteerd als van, nou, ik moet het zelf maar uitzoeken. Hè? Ja. De overheid treedt terug en ik moet het nu allemaal zelf zien te regelen. Ja. Ik ben de regisseur van mijn eigen zaken. Ja. En, maar daar mist dan de publieke dimensie soms ook in. Ja. En dit was het eerste grote, zeg maar, ook op
op wetgevende systemen gerichte onderzoek van de Eerste Kamer. Ja. Dit is niet iets waar, behalve dan bij het debat over de rechtsstaat, waarvan de Eerste Kamer zegt van nou, dat na 10 jaar moeten we maar weer eens de thermometer erin steken. Of is dat denkbaar? Ja, dat is wel denkbaar. Ja. Dat zou dan de Kamer zelf eens een keer tegen zichzelf moeten zeggen, maar dat is wel denkbaar. Ja. Er wordt ook nu wel nagedacht over van hoe zouden wij zoiets ook nog weer kunnen doen. Je ziet dat commissie Remkes die bepleit dat er meer parlementair onderzoek wordt gedaan. Ja. Richt daarbij de focus wel sterk op de Tweede Kamer. Mm-hmm. Maar ik ben het met de commissie Remkes eens dat parlementair onderzoek versterkt de informatiepositie van de Kamer. Ja. Hè, en helpt dus de Kamer om op te treden als controleur, medewetgever. Ja. En dat geldt evengoed voor de Eerste Kamer. Ik zie ook dat dit rapport heeft ook eigenlijk het werk in de Eerste Kamer versterkt. Hè. Dus wat ik dus zei, bij bepaalde wetsontwerpen, nou dan is de Griffie hier, die weet dan van hé, dat rapport moeten we er even bijvoegen, want dat moet meedoen in onze discussie. Ja, ja, ja. Het is vaak ook hier in debatten is het aangehaald. Ja. Dus het versterkt het parlementaire debat ook in de Eerste Kamer. Dus daarom zou het goed zijn als er weer een parlementair onderzoek zou worden gedaan. Dat hoeft niet een enquête te zijn. Nee, maar inderdaad. Hè, want met onder ede horen, dat had in ons geval echt niet gehoeven. Dat had niet een specifieke toegevoegde waarde. Nee. Maar we hebben wel dus mensen gehoord, zoals jou. Hè. Ja, precies. Jou ik ben ook geweest, ja. Gehoord. En dat waren hele goede inhoudelijke gesprekken. Daar waren we heel blij mee. Ja. Ja, precies. Maar dan zou je weer zoiets moeten hebben. Ik heb wel eens gedacht van, we hebben veel discussies over handhaving, hè. Mm-hmm. In ons land, handhaving van de wet en regelgeving. En bijna iedere week is er wel weer ergens een incident over voorschriften die niet gevolgd zijn. Of iets wat niet gekeurd is of zo. Voertuigen op de weg die er niet moeten zijn. Ja. Hè? Of iets in bedrijfsleven wat er niet had moeten zijn. Of banken die plotseling allemaal dingen doen die niet mogen. Dus handhaving is een thema. En dat is voor de Eerste Kamer ook een thema. Hè? Dus wat ik al zei, waar ik mee begon. Ja. Handhaving van, hè, zijn wetten te handhaven, is een van de criteria die wij aanleggen hier. Ja. Dus de Kamer zou ook kunnen zeggen van, we zien dat in de samenleving, dat het rondom handhaving, dat er een brede discussie is. Ook twijfel of het altijd wel goed gaat. Ook of we genoeg handhavingsinstrumenten eigenlijk hebben. Denk ook aan alles wat we nu meemaken met clandestine drugsproductie en zo. Ja, en het dumpen van het dumpen afval ervan, in de openbare ruimte. En krijg je dingen ruimte. In de greep. Hè? Dus dat is echt een maatschappelijk thema. Dat je daar een parlementair onderzoek op richt. Dat zou echt een mooi onderwerp zijn. Het zou een heel mooi onderwerp zijn. En misschien ook wel een mooi onderwerp, omdat je ziet dat de Eerste Kamer toch verder politiseert. Maar dit is een thema, denk ik, wat kamerbreed, van welke denominatie zeg maar achtergrond. Ja, maar dat zou dus weer een wetgevingsonderzoek moeten zijn. Ik vind dus dat de Eerste Kamer zou moeten toeleggen op dit type onderzoek. Ja. Dus niet het activeren van politieke verantwoordelijkheid. Nee. Dat doen ze dan maar in de Tweede Kamer. Ja. Want daar, die gaan altijd daar over de schuldvraag, zeg maar. Hè. Ja. Wie het gedaan heeft. Of moet doen. En of hij dan wel of niet moet aftreden. Maar daar kan de Eerste Kamer helemaal buiten blijven. Hè? Dus het kan gaan over de kwaliteit van wetgeving en van het openbaar bestuur. Ja, en dan zou je in parallel trekkend met het onderzoek uit 2012... zou je ook daar moeten kijken. Hoe kom je nou in de toekomst tot een situatie waarin je als het ware op voorhand beter toetst. Ja. Niet alleen de uitvoerbaarheid, maar ook de handhaafbaarheid. Ja, zeker. Ja. Dat zou je weer aanbevelingen van op deze manier voor kunnen bedenken, zeker. Ja. Zitten er nou nog dingen in het rapport die wat u betreft van bijzondere waarde zijn om even in dit gesprek eruit te lichten? Of hebben we zo'n beetje alles wel geraakt wat er in zit? Ja, nou, ik vond het mooi om dat in dit rapport zeg maar weer zo duidelijk als het ware de eigen rol van de overheid is onderstreept. Hè? Dus de eigen betekenis en rol van de overheid in het openbaar bestuur, maar ook in het definiëren van wat publieke belangen zijn, wat van ons is, waar wij samen belangen aan hechten en voor staan. En ik ben heel blij dat herkend is. Ja. En dat het ook geleid heeft tot reacties zoals jij die nu ook geeft. Ja. Hè, van ik vind het een mooi rapport, ik vind het belangrijk. Ja. En die boodschap die,
die hebben wij willen uitzenden. Ja. Van die overheid is niet de zoveelste institutie of is iets bedrijfseconomisch uiteindelijk of zo die waar iets geleverd moet worden. Nee, die overheid die heeft een hele eigen plaats en functie voor ons, ook om een goede burger te kunnen zijn in dit land.